mijn guilty pleasure. She Goes Na 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 van The Radios en Bart Peters, als ik het goed heb. Nederlandstalig. Ramse Shaffi, Frans Halsema, Bluff, Paul de Leeuw vind ik supergoed. Acta en de Munnik. Het is allebei fucking tof, maar ik ga toch voor club. Ik hou van die zweterige clubsfeer. Ronnie Flex, 4/5 van Trobi. Trobi is een maatje van me, dat vind ik vet. Ben benieuwd. Ik ben in Noord, betaal je in cash voor het gestort. Dit is de derde en dit is gestort. Ik ben Remy. Wow. Oké, okay, ik heb 4/5 bitches aan de lijn. Je loopt er met 4/5 lekkers aan mijn zij. Yeah. Stap al om mijn money, ik ben snel geen ene trein. Ja, hoe lang moet ik luisteren? Ik heb mijn mening al, zeg maar. Ik ben niet zo van deze muziek. Daar heb ik niet zoveel mee. Ik voel het vaak niet. Maar ik vind Ronnie wel echt keihard. Ja, ik zie Ronnie eigenlijk een stuk hoger dan een rapper. Vroeger luisterde ik zeg maar Opgezwollen of zo. En ja, dat vind ik gewoon een beetje het ding met de hiphop van nu. En de rap scene, de vocalen en de teksten gaan niet echt verder dan bottles en drank en wifi en de club. Ik snap het gewoon niet. En het wordt maar gegeten door de jongeren. Songtekst, Henny in mijn linkerhand en ja, ik voel me fijn. Ik drink eigenlijk alleen met shows. Wodka. Ik wil vodka backstage en bier. Draai ik dronken? Ja. Ja, maar niet laveloos. Snap je, er is een verschil dat ik niet meer kan staan of dat ik gewoon een beetje dronken ben. En ik vind het dan vet, ondanks dat ik de DJ ben, om op het level te zitten waar het publiek ook op is. En als ze in het buitenland backstage en dan liggen er de hoopjes of de bergjes coke of speed of weet ik het allemaal, komen ze naar me toe wat ik allemaal wil. Omdat ik nogal de indruk wek dat ik het gebruik, wat dus niet zo is. Ik heb de hele wereld gezien. En uiteindelijk dan kom je tot de conclusie van ja, lust is niks. En het is een uur leuk en daarna is het gewoon echt niks. Mijn grootste doel is een gezin hebben en kindjes maken, kleine Tonies. En ik geef mezelf nog 4 jaar totdat ik een gezin heb. Bruno Mars. Ja, Bruno Mars, Finesse. Ja, hier kan ik niks over zeggen, dit is gewoon goed. Bruno Mars en nog een zangeres of rapster, ik weet het niet. Het is gewoon wel een goed nummer. Er zit een zinnetje in, kom maar op met het, hou nou eens op. Tell her she the one for life. Ja, grammaticaal doet het echt pijn aan mijn ogen en mijn hersenen. She the one for life. Dat is wel even wat, hè. Ik hou van je, je bent de enige voor het leven. Als ik dat tegen jou zeg, dan ben je het ook voor mijn leven. Oké, ik heb 2 lange relaties gehad. Of ik heb nee, daar heb ik nooit tegen gezegd, je bent degene voor het leven. En dat is ook de reden dat het nu al jou uit is, natuurlijk. Oh, dit is zo gemeen, hè? Dat is zo trappen naar je ex. Ja, boeien, ik ben toch eerlijk, daar. Nee, ja, ik hield van haar, weet je wel. Ik heb nog steeds een tattoo hier en er staat wel een kruis in. Het is een soort van kruis van het is over, maar ik wil nog wel dat het zichtbaar is en dat ik het... Het is wel een onderdeel van mijn leven geweest. Kan ik iedere vrouw in bed krijgen die ik wil? Ik heb veel verstand van vrouwen. En er zijn gewoon een aantal dingen die vrouwen instinctief aantrekkelijk vinden, waardoor ik ervoor kan zorgen dat jij mij, of je nou wil of niet, interessant vindt. Is zo. Dus als je dat goed speelt, en ik noem dat altijd, ik laat de hyena op je los, dan kan het me lukken, ja. Ah, vet. Ja, dit vind ik mooi. Die ik heel tof vind in een nieuw jasje. Well done. De DJ waar ik echt jaloers op ben, Calvin Harris. Dat vind ik zo vet hoe hij dat doet. Dat hij toch als een soort DJ, maar heel erg ook muzikant en zelf zingt. En die gast doet volgens mij 12 shows per jaar voor 500.000 en that's it. En dat is heel erg hoe ik het ook zou willen. Mijn beste samenwerking is met Chesto. Daar heb ik Get Down gemaakt. Ja, degene met wie ik echt niet samen zou willen werken. Een Femke Louise, dat is voor mij niks. Dat bestaat voor mij ook niet. Het grootste voordeel van DJ zijn, dat ik eigenlijk de wereld overvlieg met 3 USB-sticks, een koptelefoon en een schone onderbroek. Dat is super tof. Het voordeel is dat ik de wereld kan zien. En daar in het begin de eerste 2 jaar niet zo mee bezig was. En dat boeide me niet. En nu ik ietsje ouder ben en veel vlog en dat soort dingen, merk ik pas hoeveel ik zie.
als ik om 4:30 in mijn hotelkamer in Azië ergens in slaap val, de wekker om 6:15 gaat, ik nog half dronken in de auto zit naar de airport, mijn vluchtvertraging heeft, ik dat mijn kater inklapt, zit te wachten voor de gate, het vliegtuig instap, uitstap, op locatie en te horen krijg, over 1,5 uur sta je wel weer op het podium. Op zulke momenten denk ik, holy shit. Liam Payne, wie is dat? Rita Ora! Ik ga even doorspoelen. Oké, ja, zo luister ik eigenlijk als je zeg maar gewend bent heel veel demo's te luisteren van mensen, dan heb je een bepaalde manier van de muziek luisteren. Zo tak, 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 tak. Liam Payne, ken ik niet. Rita Ora, ken ik wel. Die is toch van het... Dit is dus de soundtrack van 50 Shades of Grey. Vet. Ik heb die film nooit gezien. Oh, die haalt zeg maar echt de diepste gedachten, stiekem gedachten uit een vrouw. Oh, wat vet, ja. Mijn meest wilde fantasie. Ja, ik heb heel veel gedaan al. Als je even lust wegdenkt, maar een vrouw hebt waar je echt een soort van, waar je die chemistry mee hebt, dat allebei die oerknop bij elkaar aan is en dat je niet meer nadenkt, maar dat je gewoon vanuit wildheid handelt en daardoor een soort van een hele zieke seks mee hebt. De mooiste vrouwen wonen in Nederland. En nu gaan heel veel mannen zeggen, je bent niet wijs, maar ja, je hebt bijvoorbeeld Italië. Daar zijn vrouwen mooi. En dan zorgen ze ervoor dat hun kleding altijd gebaseerd is, als ze uitgaan, dat die borsten goed vooruit komen. Of mooie lippen, dan zijn ze helemaal rood. Of billen, dan hebben ze zo'n rokje aan. Ik val niet echt op Aziatische vrouwen of Zuid-Amerikaanse vrouwen. Ja, ik val gewoon echt wel op een soort van Nederlands vrouwen. Leuke plaat, ik ken er al 1000, dus op zich doet het me niet zoveel. De producer die ik echt fucking goed vind, dan ben ik ook weer bij Calvin Harris, vind ik een fucking goede producer. Steve Angello, Wolfgang Gardner, en dat zegt jullie waarschijnlijk helemaal niets, maar dat is Deadmau5, vind ik fucking goed. And don't you say you love me when you know you regret it. Ja, zeg niet dat je van me houdt als je weet dat je spijt van gaat krijgen. Zo zie ik hem. Vreemdgaan is zo makkelijk en laag en triest. Of je nou dronken bent of nuchter, dat maakt me niet uit. Heb jij dus blijkbaar de behoefte om met iemand anders te zoenen terwijl je met mij bent? Dat is mis. Als jij met iemand anders sekst, dan tast je mij zo in mijn vertrouwen, omdat de manier hoe ik erover denk, ik zou het jou nooit aandoen. Ik zou het je aan, dan zou ik je bellen, ik zeg, schat, ik ga nu met een andere vrouw naar bed. Sorry hiervoor, maar je weet het wel van tevoren. Dat zou ik ook nooit doen, maar snap je? Zo ben ik dan. Ik ben pijnlijk eerlijk. Altijd als ik zeg maar iets langer met een meisje chillde, ik zeg liever, verwacht hier niks van en alles wat hier misschien toch uitkomt, is mooi meegenomen. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken en zeggen, ja, je bent gewoon altijd eerlijk geweest. Wil jij meer release reacties zien? Abonneer dan even, like deze video en laat me even weten beneden wie jij nog meer wil zien. Hier.